Vanavond hebben we dit debat. En zo dadelijk, Rick Gijzenberg, zoals zo dadelijk, Rick Gijzenberg, schepen van landen. Hij zal zo dadelijk samen met de running mates de heren voorstellen, de leden van het panel. Goedenavond, ook van mijn twee. De bedoeling is dat wij hebben ieder van deze sprekers een uitnodiging gestuurd en ieder van hun heeft de mogelijkheid gekregen om een item of een thema aan te snijden. Dat thema wordt straks in vraagvorm door Jurgen gepresenteerd. Ik ben de voorbije jaren sterk bezig geweest met gelijke kansen in het onderwijs. Dus over het algemeen goed onderwijs, maar niet alle kinderen profiteren er op dezelfde manier van. Vaak te maken met situaties thuis. Hè. Zijn de ouders zelf naar school geweest of niet? Welke taal spreken ze thuis? Financiële problemen thuis of niet? Het heeft enorm veel invloed, dat weten we. En dus we zijn heel sterk bezig geweest met hoe kunnen we kinderen, ja, bij wie thuis, ja, op een grote afstand ligt van de school, figuurlijk, hè, hoe kunnen we kinderen helpen om die afstand te overwinnen? En het op school ook goed te doen. Ook als de ouders te weinig geschoold zijn, als ze geen Nederlands spreken, als ze financiële problemen hebben enzovoort. We hebben maatregelen genomen die te maken hebben met centen en met budgetten. Maar ik heb ook heel sterk ingezet op taal. Ik heb een soort van beeld gebruikt de voorbije jaren waarbij ik zei, ja, die gelijke kansen in het onderwijs, dat is een grote ambitie. Ik ga veel inspanning vragen, dat is een teamkamp, hè, dus zo'n sportieve discipline waarbij je 10 verschillende proeven moet doen. En 2 van die 10 proeven, want we hebben die echt eruit geschreven, 2 van die 10 proeven draaien rond taal. Taal is ongelooflijk belangrijk. Om te beginnen in het Nederlands, als een kind niet goed weg is met Nederlands, ja, dan moet het toch wel slim zijn en een beetje geluk hebben om uiteindelijk uit het secundair onderwijs te komen met een diploma. Dat is nog een stukje meer onzeker. Nu, ik wil eraan toevoegen dat wat de begrijzing betreft, dat de Sociaal-Liberale Partij eigenlijk pleit voor een tweede generatiepact. Wij vinden dat je de mensen ook geen blaasjes moet wijsmaken. We leven vandaag langer. Je krijgt morgen een hele grote groep gepensioneerden die gedragen moeten worden door een steeds kleiner wordende groep werkenden. En dus, nou, het is misschien niet zo populair om te zeggen, maar ik denk dat we ook duidelijk moeten durven zeggen van kijk mensen, we leven langer en we gaan ook een stukje langer moeten werken. En dan kan je ook een beetje genuanceerd aanpakken door te zeggen, kijk, houd rekening met hoe lang iemand gewerkt heeft. Ik herinner mij minister van Buitenlandse Zaken die zei, het grote probleem is dat België structureel onbestuurbaar is geworden. Het wordt van dag tot dag erger. Het is een permanent diplomatiek overleg. Het was Karel de Gucht, ik denk februari of april. In de standaard. Nu, die man heeft absoluut gelijk, ik had het niet beter kunnen stellen. Verrassend is dan wel dat hij daar niet de conclusie uit trekt op dat hij kan te doen. Hij blijft wel gewoon zitten in die federale regering die niet regeert. Nu, wat ons betreft, het zal u niet verrassen, is het duidelijk, is staatshervorming cruciaal. Er werd ons aanvankelijk gezegd van ja, we hebben die staatshervorming nodig om de sociaal-economische problemen die op ons afkomen, de krijzing en vervelend, die te kunnen aanpakken. Nu, is die staatshervorming nog altijd niet gekomen. Nu zegt men, ja nee, we moeten nu eerst die sociaal-economische problemen aanpakken. En die zijn groot, hè, hoort me dat niet ontkennen. En dan zullen we wel zien of er plaats is voor een staatshervorming. Zo werkt het natuurlijk niet. Ja, landbouw is natuurlijk heel belangrijk in onze voedselvoorziening. En waar wij natuurlijk voor pleiten, we hebben een kansplan eigenlijk rond die groene economie. En landbouw krijgt daar een centrale rol in. En waar wij naartoe willen gaan, ook, is een landbouw die eigenlijk CO2-neutraal is. Want we zitten natuurlijk met die klimaatcrisis ook geconfronteerd. Het is niet alleen de sociaal-economische crisis, maar de klimaatcrisis. En we kunnen die 2 crisissen tegelijkertijd aanpakken. En als we dan investeren in een CO2-neutrale landbouw, dan daar is de boer ook mee gediend. En wat betekent dat? Dat gaat bijvoorbeeld over hernieuwbare energie. Dat de boer eigenlijk kan draaien op zonne-energie, windenergie en ga zo maar verder. Meer energie-efficiënte motoren en dergelijke meer. En dat betekent dat ook de kost voor de boer omlaag gaat. Ja, ik zit hier een beetje geamuseerd te luisteren naar wat collega Van Rompuy zegt. Want hij zegt bijvoorbeeld, hij zegt ja, bij AV, dat zal onvermijdelijk in de Kamer gestemd worden, Nederlandstaligen tegen Franstaligen. En dan zal er moeten over gepraat worden.
Want anders kan er geen verkiezingen plaatsvinden, want er moet over gepraat. Ah nee, dan is het gestemd. Hè. Dan is de zaak. Ah nee, als het gestemd is, is het gestemd. Ah, nee, u zegt, het zal gestemd worden, dan moet er toch niet meer over gepraat worden. Ja. Dat begrijp ik dus niet, hè? Begrijp je? Als het gestemd is, is het gestemd. Dan moet je er niet meer over praten, als het gestemd is. Als het gestemd is, is het gestemd. Nee, maar dat moet je niet. Bij dat debat. Ja, ik wil nog wel iets zeggen. Meneer Reekmans, als u... De mensen maken meneer Reekmans vanavond mee, maar ik maak me zo elke week mee. En elke week is er een, nieuwe belasting. 14 dagen geleden in Zaventem, heeft hij gepleit om de vennootschapsbelasting om die te halveren. De kostprijs daarvan is 5 miljard euro. Maar dan de week daarop was het het afschaffen van de onroerende voorheffing voor de eerste woning. Dat is 2 miljard euro. Nu komt de vlaktax naar voren. Misschien is het misschien geen 15 miljard euro, maar het is zeker 10 miljard euro. Dus we zitten al op 20 miljard euro, vooraleer dat meneer Reekmans zich aan de regeringstafel heeft gevoegd, want blijkbaar is dat de ambitie. Wel, op het gebied van economisch ondersteuningsbeleid hebben we geïnvesteerd natuurlijk in nieuwe domeinen. Heel veel aandacht hebben we gehad voor alles wat te maken heeft met groene innovatie. Als ik kijk ook bijvoorbeeld naar een van de mooie voorbeelden, fotovoltaïek, hier niet zo ver vandaan, Tine, een spin-off van IMEC in Leuven. En voor mij is dat een voorbeeld dat we de komende jaren nog meer zouden moeten kunnen doen. Daar waar we investeren in kennis, en dat hebben we voor de regio natuurlijk toch wel heel vaak Leuven grote troeven voor, dan moeten we dat één zien te vermarkten, die kennis. En daar zijn jammer genoeg uit het verleden niet altijd evenveel goede voorbeelden van. We hebben niet altijd die technologie die we in Leuven hebben of in Vlaanderen ook echt naar de markt kunnen brengen, zodanig dat er daar ook een nieuwe industrie rond kwam. Fotovoltaïek in Tiene is daar wel een heel goed voorbeeld van. Daar werken ondertussen veel mensen, daar staat men voor uitbreidingen. En precies in die groene domeinen verwachten we de komende jaren een 50.000-tal jobs. Nu, natuurlijk moet je iets doen aan de mobiliteit. Vandaag staan we met z'n allen stil. Het zijn de socialisten geweest die 20 jaar al het beleid voeren over alles wat rijdt en spoort. De lijn krijgt vandaag 1 miljard euro. Het wegverkeer is de voorbije 5 jaar ongeveer met een 14% toegenomen, terwijl de files evenredig, niet evenredig zijn toegenomen, maar met 53% zijn toegenomen. Dus alles inzetten op openbaar vervoer, daar los je het niet mee op. Waar pleiten wij voor? Voor co-modaliteit. We willen én investeren in openbaar vervoer en in de wagen, want de meeste mensen blijven de wagen als vervoermiddel gebruiken. En we moeten af van het autovijandig beleid. Wat kan je heel snel doen? Wat kan je heel snel doen? En daarmee ga ik afronden. Bijvoorbeeld, het grootste probleem uit onze streek is de E40 Luik-Brussel. Want daar komt ook het verkeer op dat van Aarschot diskomt via de E314. Daar is het grootste knelpunt voor Oost-Brabant. Dat kan je bijvoorbeeld heel makkelijk oplossen door 's morgens twee rijstroken vanuit de omgekeerde richting vanuit Brussel gaan open te stellen. In deze plaats wil ik u van harte welkom heten en ook de fractie Wakker Landen en de mensen van Wakker Landen hartelijk bedanken voor dit prachtig initiatief. U weet ook, en u heeft het kunnen merken langs de rand van de weg, dat ook ik zelf zesde kandidaat zal zijn voor de Vlaamse lijst. En ook mijn collega Schepen Joseline Pansaerts. Zesde opvolger is voor de Europese lijst. Ik kan afsluiten, ik heb nog één vraag vanuit het publiek. Voor wie ik stem, geen idee. Voor wie ik niet stem, absoluut geen idee. Maar wie van jullie geeft u dat toen eens in de hand?